Renteverlaging van een kwartje, is dat nou belangrijk of is dat niet zo belangrijk? Ik zou zeggen, voor het bedrijfsleven niet. Of de korte rente nou voor 2,5 of 2,25 staat, daar gaat echt niemand een verschil in zien. Dus wat dat betreft moet je niet overdrijven. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk niet alleen om dat kwartje. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kapitaalmarktrente, de lange rente, de 10-jaarsrente, dan zie je dat het impact veel groter is. Vorig jaar stond het nog ver boven de 3. Inmiddels zitten we ongeveer rond de 2, dus daar zie je een hele stevige daling. En die kapitaalmarktrente is wel degelijk belangrijk voor een bedrijf. Met name als je veel schuld hebt en je moet het herfinancieren, is het aangenaam dat je dat nu op een lager niveau kunt doen. Dus het heeft wel degelijk een reële impact. Tegelijkertijd denk ik altijd dat geëmmer over dat kwartje en de timing daarvan, hoe belangrijk is dat nou? Denk terug naar 2016. We hadden ook een hele tijd een discussie over of de Federal Reserve nou wel of niet een kwartje zou gaan verhogen. Maakt het nou echt iets uit? Zou de wereldeconomie of de Amerikaanse economie nou echt heel anders hebben uitgezien als ze dat in maart hadden gedaan in plaats van in september? Dat vraag ik me altijd af. Uiteindelijk gaat het erom, hoe gaat het met die economie? Loopt die goed, loopt die niet goed? En ik denk dat kwartje, of je nou komt of niet, die kapitaalmarktrentedaling is al voldoende geweest om die economie op stoom te houden. En wat dat betreft denk ik dat we eigenlijk kunnen concluderen dat die Amerikaanse economie de cyclus wat langer zal aanhouden. Dus we hoeven niet echt direct bang te zijn voor een recessie. Dus dat is wel positief nieuws.